Wat gebruik je dan? Hamer, spijkers, hout. Nou, Tig was dat heel creatief met de hut, ja. Of niet? Mm-hmm. Nee? Misschien kun je straks even laten zien de hut, ja, ik ben als je dat wilt. Wat voor een is het een hut? Bij een boom of los? Wel een beetje tussen de bomen in. Ja. 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 Oh, kijk, allemaal tiegel. Daar moet je nog niet van tafel aan. Kijk eens wat eruit gedeeld was. Oh. Oh. En dit is jullie speelplek ook, een eetplek. Ja, dit is eigenlijk de activiteitenruimte, zoals we genoemd hebben. Dit was dus vroeger een varkensschuur. Ja. En dit was eigenlijk de eerste investering die we gedaan hebben om te kijken van, joh, hoe gaat dat met onder andere met die ammoniaklucht, omdat er toch wel varkens in hebben gezeten. En het stinkt gewoon simpel zat. Mijn broer die werkte fulltime bij Naast en ik parttime. Dus ik ben daarnaast gewoon werkzaam als fysiotherapeut. En mijn broer die zit bij een adviesbureau. Die is technisch adviseur. Hij woont wel hier. Ik woon dan in Vassenveld. En dit doe ik er dan gewoon zo erbij. En met z'n tweeën runnen we het eigenlijk. Maar ik sta meer echt op de groepen, laat maar zeggen. En mijn broer doet meer achter de schermen heel veel dingetjes. Aan het einde van de dag sluiten we gewoon af met een gezamenlijk spel vaak. Ja. Zij voetbal of een keer verstoppertje. Of je nou wel of niet mee wilt doen, dat maakt niet zo, maar we sluiten wel gezamenlijk af. Nou ja, dat dus als je mee wilt doen, moet je wel kijken? Ja, moet je kijken bijvoorbeeld, ja. En af en toe als het heel slecht weer is, dan zitten we binnen. We hebben nog tafelvoetbalspel, maar ja, goed. Maar dat ze wel leren samen afsluiten. Nou, hier hebben we de hutten. Nou, en Tycho die... Hey Tycho! Ja? Laat jouw hut eens even zien, want dat wil je nog laten zien, hè? Ja. Dan moet je eens even kijken. Ik heb ook een hut gedaan, maar die is gewoon een flathut is dit. Ja. Jeetje. Zo'n hoge hut. Crossauto. Ja, maar deze komt ook van de Zwarte Cross. Hoe ga je nou weer achter het stuur zitten? Ja, de mannen, hè? Ja, mannen. De vrouwen die kunnen houden. Nee, ja, kijk eens. Stom, zeg. Nee, maar deze komt van de Zwarte Cross. Ik weet al niet meer wie dat was, maar die heeft dat Facebook geplaatst. Dit zijn de toppers. Ik zeg niks meer aan doen.